Kom de koffie. Hé, hey, we zijn nu in Fontadatella, nog steeds. We zijn hier al 4-5 dagen. En we hebben het echt super naar ons zin. Ja, ik vind het echt een geweldige plek. Ja. Als je ooit een keer in de buurt van Lissabon bent, ga ook naar deze stranden van Lissabon. Super mooi. Echt heel mooi. Achter, ja, grote rotsen, die kun je nu niet zien, maar het is ook nog zo heerlijk authentiek, vind ik. Dat ja. Vind ik wel heel en tof. Hele toffe strandtentjes. Ja. En we zaten net heel even op onze telefoon. Ja, in de ochtend al. Ja, ja. En onder de YouTube-video's te kijken. En we kregen een aantal leuke reacties. Ja. En we dachten, hey, we gaan een vraag. Gaan we gewoon meteen beantwoorden. Ja. En het is de vraag van Edwin. Van Edwin. Edwin. Dus dankjewel Edwin voor een reactie. En eigenlijk voor alle andere mensen die ook hebben gereageerd inmiddels op onze Follow the Wind Q&A. Ik zit even te prutsen om dat ding erin te krijgen. Proost. Proost op jullie. Echt super bedankt voor jullie duimpjes, jullie likejes, jullie reacties, jullie meedenken, jullie ideeën. Echt super leuk. En echt motiverend. Ja, we hebben er ook echt veel lol in onze Follow the Wind reeks. Want als er geen wind staat, gaan we vragen beantwoorden. Ja. Dus als je weet, we zijn nu 5 maanden op roadtrip door Portugal. En ja, echt super leuk. En nou ja, we behandelen vragen van From Healthy to Wealthy. Ja. En vandaag dus de vraag van Edwin. En Edwin reageerde op onze video. Welke video? Dat ging over onze 4 welvaartsniveaus. Oh ja, waarom je geen miljoenen nodig hebt om toch financiële vrijheid te ervaren. Precies. Daar ging het over. Edwin zei, als je geen huis kunt kopen en verhuren, wat is dan een oplossing? Dus interessant. Ja. Nou, we willen een aantal ideeën gewoon met jullie gaan bespreken. Ja. Kijken of je daar iets aan hebt. En laat dat ook hieronder weer weten. Wellicht heb jij nog een goed idee. Laat het ook hieronder weten. Weet je, we doen dit samen. Hè? Ja. Zoals jullie weten, wij zijn best wel fan van het verhuren van een huis. We hebben het Malacca Beach House. Dat hebben we nu verhuurd. Daarvan kunnen we nu ook op reis. Ja. En daarom dat we het natuurlijk ook vaak met jou erover hebben. Want het is gewoon... Het is gewoon een heel simpel businessmodel. Ja, dat zijn wij achtergekomen. Het is niet zo complex. Weet je, je weet heel goed wat de kosten zijn, maar ook weer wat er binnenkomt. Dus je kan heel goed de berekening maken wat het je oplevert. En daarnaast is het gewoon ook superleuk om te doen. Ja. En nog iets interessants is ook wel dat eigenlijk zijn huizen en ook het verhuur toch wel waardevast. Ja, in de meeste gevallen is het inflatievast. Hè? Ja, inflatievast. Ja. Maakt het ook al is er inflatie, dan zie je dat de huurprijzen ook meestijgen met de inflatie. Waardoor jij natuurlijk ook jouw rendement, jouw cashflow behouden blijft. En dat jouw koopkracht niet achteruit gaat, maar hetzelfde blijft. Ja, en dat in combinatie met een heel simpel businessmodel. Ja. 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 Ben benieuwd, hoe denk jij over huizen en vastgoed? Geloof je daarin en wil je daar ook graag in gaan investeren? Ja, nou ja, uit een reactie van Edwin blijkt me van, hey, ja, dat klinkt interessant. Wat zijn nou ideeën om, als je dan nog niet een huis kan kopen, wat kun je dan doen? Nou, we willen een aantal ideeën met je delen. Ja. Het eerste idee. Ja, het komt eigenlijk... Kijk, reizen is altijd goed, weet je. Het verbreedt je wereld, je ontmoet weer mensen en iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. En wij hebben nu al een aantal mensen ontmoet die ook niet een huis konden kopen, maar toch inkomsten, cashflow hebben dankzij de huizen. Ja. Zonder dat ze het ownen, zonder dat ze in bezit zijn van een huis. Ja, nou ja, hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Nou ja, het is wel heel erg leuk. Er is ook iemand uit de Tarifa die wij kennen. Die heeft gewoon op lange termijn iets gehuurd. Ja. In het centrum van Tarifa. Groot huis met verschillende kamers. En hij dacht, weet je, ik zie dat wel voor om ook op korte termijn te verhuren. Ja. En dat is hij gaan doen. En dat heeft hij dus in overleg gedaan met de huisbaas. Van luister, ik betaal je per maand. Maar ik wil het wel korte termijn gaan verhuren. Kan dat? Maar hij heeft een contract voor een jaar ook. Ja, hè? Dus ik ga het lange termijn huren. Ik verzeker jou van, hey, voor een jaar heb je de inkomsten van het huis. We onderhouden het netjes. Mag ik het ook korte termijn verhuren? Ja. En wat zei die huisbaas? Ja, die zei dus goed. Ja, die zei ja. Ja. En dus wellicht denk je van, ja, een huisbaas gaat dat nooit doen. Afbraakrisico en zo. Ja. Maar het grappige is, toen wij in 2011 naar Argentinië gingen voor 3 maanden, hebben wij hetzelfde gedaan. Ja. Ja, want wij hadden ook een huurhuis in Breda. Ja. En toen hadden we zoiets van, ja, ook wel zonde om het 3 maanden leeg te laten staan. Laten we eens kijken, wat kunnen we doen? En nou ja, dat was toen ook heel grappig, hè? Ja. Via Twitter. Was dat via Twitter? Ja. En toen kwam er dus iemand die wilde precies exact die periode, was hij op zoek nog naar een woonvesting.
Want hij kon pas later in zijn huis nieuwe wat huis. Hij gekocht had. Dus hij zei, ik wil het graag huren. Nou, dus we hebben de huisbaas gevraagd, hey, kan dit? En ik had nooit verwacht dat onze huisbaas jou zou zeggen. Want die was toch wel een puntje precies en zo van, nou, heel erg risicogevoelig. Ja. En die zei, ja hoor, dat is goed, het is jouw risico. En ik kom het gewoon bij jou verhalen. Ja, ja. Ja. Dus nou, uiteindelijk hebben wij dus... Wow. Ja, 3 maanden was dan niet helemaal korte termijn, maar omdat wij er niet waren, hebben we het wel kunnen verhuren. Ja. Dus, wellicht is dit een idee van lange termijn huren, korte termijn verhuren en kun je eigenlijk een extra inkomstenbron creëren naast je huidige werk of onderneming. Ja. Kun je dat er gewoon bij doen en kun je het ervaren wat het is, hoe huizen voor je kunnen werken. Ja. Nou, het tweede idee is van oké, stel dat je op dit moment geen huis kunt kopen. Ja, wat is er dan, hè, dan is het goed om goede vragen te stellen, wat is er dan voor nodig dat jij wel een huis kan kopen? Ja. En heb je daar, Edwin, bijvoorbeeld op dit moment ook je plan voor gemaakt, zodat je in een jaar of 2 jaar wel je huis kan kopen? Weet je exact de cijfers, weet je exact wat er voor nodig is? Ja, want inderdaad, om een hypotheek te kunnen krijgen, zal sowieso een loonstrook nodig moeten zijn. Ja. En of dat nou vanuit je baan is, in loondienst, of vanuit je bedrijf, je zal inderdaad jouw inkomen moeten laten zien om een hypotheek te kunnen krijgen. Ja. Als je dat weet, dan weet je ook weer waar je naartoe moet werken. Ja, dat is eigenlijk ook, wij zijn gewoon gaan kijken van, hey, wat zijn nou de, stel dat je een hypotheek wil van een bank, wat zijn nou de spelregels van de bank? Ja. Wat vindt de bank belangrijk? Weet je, ga daar dan naar kijken. En de bank wil gewoon geen risico lopen. Ja. En de bank heeft gewoon ook vaste regels aan hoeveel hypotheek die aan jou kan verstrekken. Oké, ga kijken wat zijn de spelregels van de bank. Ja. Nou, die kijkt gewoon naar je loonstrook en die doet een formule en zoveel mag je lenen. Ja. Weet je, ja. Ga dan gewoon een loonstrook voor elkaar krijgen. Ja. Of via een baan te nemen of via je eigen bedrijf. Ja. Dus dat belangrijk is. En daardoor kun je dus een hypotheek krijgen. Ja. En hoef je niet al het geld te hebben om toch een huis te kopen. Ja. Kan het wel zo zijn dat niet alle banken een hypotheek verstrekt omdat je het huis gaat verhuren? Ja. Dus daar zijn niet alle banken of hypotheekverstrekkers happig op. Nee. Dus onderzoek dat. Welke hypotheekverstrekkers willen dat wel? Kunnen dat wel? Ja. Onder welke voorwaarden doen ze dat? Ja. Soms betaal je een hogere rente. Ja. Soms mag het wel. Ja. En zo hebben wij het dus in Malaga gedaan, dus in het buitenland. Ja. Wat wij merken makkelijker is. En dit is ook weer zoiets van, ga meer reizen, ga meer ontdekken, ga meer mooie plekken ontdekken. En dat je denkt van, wauw, dit is een huis op een mooie plek, dit zal goed verhuren. Dan loop je ook weinig risico als je dat huis gaat kopen, omdat je weet van, hey, de huurinkomsten gaan meer zijn dan de kosten die ik heb. Ja. En ja, zo zijn wij ook in Malaga terechtgekomen. Ja, door het reizen. En wij wisten ook helemaal niks van daar, maar we hebben gewoon goede mensen ingeschakeld. Die hebben ons geholpen met die Spaanse hypotheek. Ja. De Spaanse hypotheek die wij hebben, mogen we het huis ook gewoon verhuren. Dus helemaal, helemaal top. Ja, ja. Koffie over koffie. Me heen. Oh. Uit ideetje was het. Ja. Dus. Derde ideetje. Ja. Nou, dat is ook wel heel erg leuk, want we hebben afgelopen jaren heel wat mensen dus ook ontmoet, online, offline, tijdens cursussen. En zo hebben wij ook een keer een vastgoedcursus gedaan. Ja. Daardoor zijn wij in een Facebookgroep terechtgekomen. Ja, met allemaal ondernemende mensen, maar die dus ook heel erg met vastgoed bezig zijn. Daarin zagen wij dat mensen ook door middel van crowdfunding geld verzameld om een huis te kunnen kopen. Ja, dus je hebt niet altijd een bank nodig. Ja. Dus stel dat in jouw situatie de bank niet mee wil werken of je hebt nog niet die loonstrook voor elkaar. Ga dan eens onderzoeken van is het mogelijk via crowdfunding? Ja. Misschien heb je wel een community online van mensen die jou volgen, die jou vertrouwen. Neem ze mee in jouw verhaal en ga kijken of je via crowdfunding het geld bij elkaar kan krijgen. Ja, kijk, voor ons was het ook verrassend, want je hoort vaak crowdfunding dat meer voor een bedrijf is. Je wil een bedrijf opzetten. Voor een project. Ja, project. Zonder project. Ja, maar in feite is dit ook een vastgoedproject. Ja. Als jij jouw cijfers kan laten zien, je bent er enthousiast over, je hebt een goed object, je kan het helemaal onderbouwen. Ja. En ik denk dat hierin, Edwin, weet je wat het belangrijkste is? In plaats van te zeggen van, ik kan nog geen huis kopen, of ik heb de loonstrook niet, of ik heb het geld nog niet. Eigenlijk wat veel interessanter is om je te focussen op een object vinden. Ja. Om dat pareltje te vinden. Ja. Weet je, wij zijn als eerste met ons Malaga Beach House, zijn wij ook op zoek gegaan naar van het ideale object. Ja. En het ideale object, dan kun je gewoon een berekening op loslaten. Dat levert meer geld op dan dat het geld kost.
Ja. En als je dat kan beargumenteren, hè, doordat je de huurinkomsten uit de omgeving neemt, je weet wat de kosten gaan zijn, dan kun je mensen meenemen in dat verhaal. Ja. Dus het is veel interessanter. Dat praat ook veel makkelijker. Weet je, als je een object voor je hebt en je ziet van wauw, dit is het, dan kan je er een financiering voor krijgen. Dan kun je mensen gaan overtuigen. Maar zonder een object zullen mensen zeggen, ja, maar in wat dan? In wat ga ik dan investeren? In jouw blauwe ogen? Weet je? Ja, mensen willen toch gewoon zwart op wit zien. Wat is het dan? Ja, met logisch. Ja, dat is ook logisch. Jij wilt toch ook geen risico? Nee, ja, mensen willen geen risico. We willen investeren, maar zonder risico. Ja, eigenlijk de en daar willen ze een rendement voor hebben. Ja, dus de vraag die je zelf weer kan stellen is, waar zou jij in investeren? Wanneer zou jij iemand geld geven? Ja. Dus heb je dat object al? Ja. Weet je? Je kunt gewoon iedere dag gaan zoeken naar dat object. Ja. En ik weet zeker, als je een goed object hebt, dan is er altijd een financiering voor te verkrijgen. Ja, absoluut. Misschien wel met privé-investeerders. Ja. Zou ook kunnen. Het zou ook nog kunnen, ja. He, dus je hebt banken, je hebt crowdfunding, je hebt privé-investeerders. Ja. Maar je hebt dat object nodig. Dat is allerbelangrijkste. Dat is echt zo belangrijk. Dan begint het ook te leven. En dan misschien met ook een vierde idee over dat object. He, weet ook niet waar ben je naar aan het kijken, hè? Want je geeft mensen zeggen snel ook van ik kan geen huis kopen, maar in welke categorie ben je aan het kijken? Ja. Hè, wat voor vastgoed zit jij bij de 2, 3, 4 ton te kijken? Of heb je er ook wel eens over nagedacht om te kijken van hey, zijn er ook objecten van een ton of 150.000 euro? Ja, wat wij in die vastgoedgroep dus heel veel zien is dat mensen heel veel objecten van 100.000 euro tussen de 100 en 150.000 euro kopen. Ja. Dan weet je, de kosten zijn ook niet zo hoog. De lucht is er ook al uit, weet je, als de prijs enorm gaat dalen, van die objecten gaat het niet zo extreem dalen. En je kunt het heel goed met de huuropbrengsten kun je het opbrengen, kun je de kosten dekken en kun je winst maken. Dus dat kan een interessante categorie zijn. En wat wij ook zien is degene die voor een 500.000 of 1 miljoen gaan, dan gaat het wel vaak meer over meerdere units. Ja. Dus dan is het niet één familiehuis. Weet je, want dan één familie kan dat gewoon niet zo makkelijk opbrengen. Nee. Het is moeilijk om daar de huurders voor te vinden. Ja. Maar dan verhuren ze 4 appartementen. Precies. En daardoor is het 1 miljoen. Ja, dat gaat allemaal weer om het rendabel te maken. Ja. Kijk naar het rendement. Ja, hoeveel units moet je ervan maken om het inderdaad rendabel te kunnen maken? Dus dit waren even onze ideeën. Ja. Van als je op dit moment nog niet in de mogelijkheid zit om een huis te kopen. Wellicht heb je nu ideeën opgedaan. Denk je, hey. Ja. Laat het weten in de reactie. Wat heeft het met je gedaan doordat wij nu deze 4 ideeën hebben aangedragen? Heb je zoiets van, hé, maar ik heb nog een 5e, 6e en 7e idee. Ja. Deel het ook zeker onder de video. Ja. Was het waardevol? Geef je een likeje. Ja. Hartstikke een duimpje. Leuk. Het schijnt heel erg goed te werken voor de video's. Dus je zou ons daar enorm mee helpen. En je geeft ons daarmee ook weer heel veel energie om nog meer vragen van jou, van jullie te beantwoorden. Dus doe lekker mee. Ja, ik zou zeggen adios vanuit Fontanatella. Proost op jullie, hè? Yes. Bam. Gaan worden. Healthy to wealthy. Healthy to wealthy. Ciao, ciao.